Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eurodisc Rentaal, Miller & Monroe, Delica Mundo en Qualitaria Ministenplein. Kiki, wat zing jij voor ons? Ik ga All I Want zingen van The Caroline. Succes. Succes. To find somebody, I'll find somebody like you.
Dankjewel, Kiki. We zien je straks weer. Ja. Goed, we gaan verder. Allereerst nog even onze excuses voor het geluid tijdens de opening. We zullen nogmaals even de gasten voor vanavond aankondigen. Aan tafel komen Gert Nijmeijer, Hein Koch en Bert Heling schuift ook aan. Maar we beginnen met Mike Jaroch, welkom. En Roelie Ouwema, ook welkom. Mike, welkom. In de meivakantie wordt er door jullie een wandelexcursie georganiseerd. En er is rondom het Boomkrompad. Ja. Wat is het Boomkrompad? Het Boomkrompad is een verhoogde, verstevigde loopbrug. Op iets van 17 meter hoogte. En dan loop je eigenlijk als het ware op die loopbrug tussen de boomtoppen door. En er is een excursie wordt door jullie georganiseerd. En er zijn door natuurgidsen. Allemaal op vrijwillig basis. Ja, nou ja, ik ben zelf ook vrijwilliger bij het Boomkrompad. Dat is dan bij Staatsbosbeheer. Maar deze excursies worden georganiseerd, eigenlijk door mij georganiseerd, met behulp van andere vrijwilligers die dan ook vrijwilliger zijn bij Staatsbosbeheer. En hoe lang duurt die excursie ongeveer? Is dat een uur, anderhalf uur? Afhankelijk van de groep duurt het waarschijnlijk anderhalf tot twee uur. De mensen die wat enthousiaster zijn, die lopen wat langer mee. En de andere, anderhalf uur is ook prima. Ja. En zit er aan die excursie, zit er een goed doel aan verbonden? Ja, dat is ook de reden dat ik de excursies organiseer. Want ik doe mee aan Alpe d'Huez. Dat is een fietstocht, maar je kan ook hardlopen de berg de Alpe d'Huez op in Frankrijk. Want hoe ga jij het doen? Ik ga fietsen. Oké. Okay. Ja. Daarvoor wordt... Nou, dat is een doel van het KWF, KWF Kankerbestrijding. En dan is mijn bedoeling om zoveel mogelijk geld in te zamelen natuurlijk, zodat ik daaraan mee kan doen. En hoe vaak wil jij fietsen? Nou ja, ik zou graag 6 keer de berg op gaan, maar ik weet niet of dat... Maar één voor de alle duidelijkheid. Als je om 1 keer fietst, hoeveel kilometer is dat? Nou, de beklimming zelf is 14 kilometer. 14 kilometer. Ja. Dus jij wil hem 6 keer doen. Mm-hmm. En waarom doe jij het? Waarom? Ik heb in mijn omgeving veel dingen meegemaakt met mensen die aan kanker zijn gestorven of ook die de ziekte hebben overwonnen. En mijn vader heeft 2 zussen en een zwager eraan verloren en mijn beste vriend zijn moeder. En dat zijn wel... voor mij echt de reden om hier aan mee te doen. Het komt van dichtbij, hè? En dan ga je dat ook anders beleven, denk ik. Mm-hmm. Ja, zeker. Ja. En de Alpe d'Huez, waarom de Alpe d'Huez? Vanuit de traditie is, vooral met de Tour de France, is de Alpe d'Huez een beetje de Nederlandse berg. Ja. Geen idee waarom, want er is al heel lang geen Nederlandse overwinning meer geweest op de berg. Maar dat... Er worden ook andere fietstochten georganiseerd voor het goede doel op andere bergen. Bijvoorbeeld de Mont Ventoux voor andere goede doelen, zeg maar. Hoe lang ben jij trouwens al natuurgids? Nog niet zo heel lang. Nee? Nee, ik ben zelf nog een redelijk onervaren natuurgids. Vanaf september ben ik dan vrijwilliger. En ik doe bij het Boomkrompad ook heel veel klusjes. En ik... doe ik mee bij de balie, zeg maar. Kaartverkoop, dat soort dingen. Ja. Ja. Maar bij het Boomkrompad staan al bomen die al meer dan 100 jaar oud zijn. Of ongeveer 100 jaar oud zijn. Ja, nou, kijk, dat is het verschil. Het bos is ongeveer 100 jaar oud. Ja. Maar dat betekent niet dat er ook zulke oude bomen in staan. Nee. Maar, nou ja. Het bos is heel oud, inderdaad. Ja. Ja. Het bos is oud, ja. Roelie, welkom. Ben je er wel eens geweest, het Boomkrompad? Ja, ja. Je gaf er net al even opmerking over, hè? Ja. Dat je zei van nou, de toppen die zijn al een stuk hoger. Ja, een stuk hoger geworden, ja. Ja. In het begin toen liep je echt over de toppen van de bomen, maar dat is nu niet meer zo. Je loopt nu weer tussen de bomen. Ja. Er is nog wel een uitzichtpunt waar je echt over de boomtoppen heen kunt kijken. Maar dat is ook maar naar één kant eigenlijk, maar... Nou, raak je er ook enthousiast van als je daar dan loopt? Ik vind het wel heel leuk. Ja, je hebt er al vaker dan één keer gelopen. Ja, ik heb er 2 of 3 keer zijn we er overheen geweest. Ja, leuk. Ja, ja. Ja. Nou, dan weet je in ieder geval wat je ook kunt doen in de meivakantie. Ja, uiteraard. Een excursie door deze meneer aan de overkant, ja. En onze natuurgids. Roelie, ook welkom. Nogmaals, je zit hier niet voor een boomkroonpad. Nee. Jij zit hier wegens een campingkeuring. Klopt.
Want jij bent Veilig Verkeer Nederland. Ja. Kun je daar iets meer over vertellen? Ja, wij organiseren, proberen elk jaar voordat de grote vakantie begint, een caravankeuring om te zorgen dat de caravans die op pad gaan die wij dan keuren, ook zo veilig mogelijk op pad gaan. En we kijken naar heel veel dingen, omdat ze meestal 3 weken worden gebruikt en dan weer in de stalling worden gezet. En denken ze, oh, hey, ik heb het toch niet zo vaak gebruikt, dus dan bekeert niet zoveel aan. Maar al juist door het stilstaan gaan ook heel veel dingen fout. Wat gaat er dan fout? Er kan bijvoorbeeld dat een rem vast gaat zitten, hè, omdat die nat wordt weggezet. Of dat de banden scheurtjes gaan vertonen, omdat ze toch wel ouder zijn dan dat ze eigenlijk mogen. Allemaal van die kleine gebreken. Maar hebben jullie dan een controlelijst? Wordt die helemaal afgewerkt? Ja, die wordt helemaal afgewerkt. Ja, wij doen dat in samenwerking met caravanbedrijf Zikken van Tweede Explormond, waar we de werkplaats mogen gebruiken. En degene die keurt, die werkt bij de ANWB. Wat zijn de meeste dingen waar jullie tegenkomen? De meeste dingen waar wij tegenaan lopen is dat de banden te oud zijn. Die mogen 6 jaar, maximaal 6 jaar oud zijn. De gasslang, hè, die aan de gasfles zit, die mag maximaal maar 4 jaar oud zijn. En de drukregelaar die erop zit, dat hoort dan bij elkaar, die mag 10 jaar hebben. Gebeuren er veel ongelukken mee? Nou, ongelukken, daar wil je liever voorkomen, is dat ze echt gebeuren. Maar je hebt wel eens dat de rem losschiet. Of hè, dat je hem niet goed bevestigd hebt. En dan komt de caravan langszij. Dat is iets wat je absoluut niet meer wil meemaken, denk ik. Nu is het vanuit de afdeling Borgerodoorn. Ja. Ja. Nu woon ik in Stadskanaal. Ik heb geen caravan. Maar stel dat ik een caravan had, dan kon ik wel gewoon. Ja, je kan altijd terecht. Het is niet bedoeld voor de mensen alleen in de gemeente Borgerodoorn. Nee. Maar je hoeft ook geen lid te zijn van Veilig Verkeer. Iedereen is welkom. Ja. Staan er kosten aan verbonden? Ja, er zijn wel kosten aan verbonden. Het kost ongeveer 17,5 euro per caravan. Ja. Ben jij nog eens met de caravan weg geweest? Nee. Ik ben zelf niet zo van de caravan. Maar je fietst Nou ja, ik ga wel op fietsvakantie. Maar tenten en vouwwagens. Tenten in het bos. Onder andere. Onder andere. Ja. Maar als de dingen gerepareerd moeten worden, kan dat ter plaatse, kan dat direct? Nee, dat kan niet direct, maar ze kunnen er wel een afspraak van maken. Maar dat hoeft niet. Je bent geheel vrijblijvend, is het. Het is niet zo dat je, als je gekeurd wordt met die caravan en ze zeggen dat en dat markeert eraan, dat het ook gerepareerd moet worden. Die keus is en blijft bij jou. Nee, precies. Nee, het is geen APK. Nee, absoluut niet. Als mensen informatie willen hebben of zich willen aanmelden, want ik neem aan dat mensen zich kunnen aanmelden hiervoor. Ja. Hoe doen ze dat? Gaat dat via de website? Nee, wij hebben geen website van de afdeling Borgerodoorn, maar je kan je altijd aanmelden. Via, we staan in de gemeentegids, daar kun je ons vinden. En anders dan kun je altijd bellen met 0599-212932. Goed, ik mag het nog een keer herhalen. Voor de mensen die nu een pen en papier pakken en denken van, hé, ik wil er eigenlijk wel bij zijn, maar het telefoonnummer is mij nu ontgaan. Ja. Is dit nog even weer de mogelijkheid? Nog een mogelijkheid. 0599-212932. En nog één keer de datum? 11 mei. Zaterdag 11 mei in Tweede Explormond. Ja. En waar moeten ze zijn? Bij caravanbedrijf Zikken. Goed onthouden. Goed onthouden. Mike, wanneer is die wandelexcursie? Wanneer? Volgende week, maandagavond om 7 uur, is er een excursie. Dus op 29 april. Op 1 mei is er eentje in de middag vanaf 1:30. En 's avonds weer om 7 uur. En vrijdag nog een keer om 1:30. En waar kunnen mensen zich aanmelden als ze interesse hebben? Als ze interesse hebben, dan mogen ze zich bij mij aanmelden via mijn e-mailadres. Dat is Mike. MIK-Jaroch, JAROCH, apenstaartje hotmail.com. En als ze denken op dezelfde dag, ik wil gewoon heel graag heen, maar ik heb me niet aangemeld, kunnen ze ook zo langskomen? Ja, dat kan ook. Dat kan ook. Zeker. Dus het is wel op zich wel ietsje fijner, ook voor de gidsen zelf, dat er van tevoren wordt aangemeld, maar er zal altijd iemand zijn om zo op te vangen, dus er is altijd een excursie. Ja. En wat is het adres eigenlijk? Het adres van het Boomkrompad, dat is Steenhopenweg 4. In Drouwen. In Drouwen moeten ze zijn. Mm-hmm. Oké. Okay. In Drouwen. Ja. Nou, het is wel midden in het bos, hoor. Maar, ja. En wat kost het? €6 voor volwassenen en €3 voor kinderen tot en met 12 jaar. En al dat geld gaat rechtstreeks naar KWF? Ja, zeker. Ja. Dus toch even weer 4 excursiemomenten. Mm-hmm. 29 april, 1 mei, 1 om 1:30, 2 en 1 om 7 uur. Ja. En op 3 mei om 1:30.
Heel veel succes. Ja, dank u wel. Succes. En vooral met de Albu West straks ook natuurlijk. Ja, dat komt wel goed. En ook heel veel succes. Ik hoop dat er aardig wat aanmeldingen komen van mensen die met hun caravan naar Twee Exo Mond gaan voor de keuring. Oké. Dank u wel voor de komst. Dank u wel. We gaan verder met de agenda voor zaterdag. En bij ons komt net een hele vrolijke, fleurige weerman aanlopen, Peter. Ja, G, ik heb er zin in vanavond. Ik zie het. Koningsdag 2019. En ik kan je wat vertellen. Ik zal even vertellen vanavond. Vanavond is een beetje discussie. We hebben vanavond geluk. Het gaat dus niet regenen. Koningsdag, dat knal blijft droog. Wel even een jasje mee, sjaaltje om. En misschien een kleine, weet je wel die. Koningsdag volgende, morgen vroeg. Morgen vroeg blijft het in ieder geval nog droog. Tot de middag, tot uur of 2-3 blijft het droog. Dan gaat het regenen namelijk. Temperatuur overdag tot 12 tot 13 graden. En eind van de middag dus regen. Dat betekent dus dat je morgenmiddag wel je poncho, je paraplu en je regenlaarzen moet meenemen. Anders word je een keer naar de voeten. Dus vannacht lekker naar buiten. En we kunnen lekker genieten, want dit wordt echt een lekkere avond vanavond. Het blijft droog. Ik zou zeggen, geniet van de Koningsdag. Ik ga een feestje bouwen. Ga je mee, Gea? Ik ga mee. Tot volgende Zeker. Week. Bye bye. Tot volgende week. Dag Peter. Hoi. We gaan kijken naar een reportage over de klap voor klaploop van afgelopen maandag tweede paasdag. Silent cry every night. This pain don't ever leave a life. Daddy's home, so she tries to hide. She calls her mom, but never a reply. She cries, cries. But no one seems to care. She calls for help, but no one seems to care. She keeps on running, running, running from this crazy life. She keeps on running, 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 never sees the light. Again, just one more time. Just wants to see her mother smile. She can't forget her only child. Mama let the devil in the house. She cries, cries, cries. She's all alone. Daddy, but no one seems to care. She calls for help, but no one seems to care. She keeps on running, running, running from this crazy life. She keeps on running, 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 never sees the light. I can see the angel standing by your side. She keeps on running, running, running.
Inmiddels aan tafel Gert Niemeyer, welkom. En Hein Koch, welkom. Okay. Goedenavond. Gert, welkom. De secretaris van het Oranje Comité in Musselkanaal. En aanstaande zaterdag, dat is morgen dus op Koningsdag, heeft het Oranje Comité van Musselkanaal weer een leuk gevarieerd programma. Maar eerst, het is gewijzigd, het is naar een andere plaats, plek. Klopt. Het is niet meer aan de Marktstraat of Marktkade, maar het is nu op de Willem-Diemerplein. Waarom die verandering? Die verandering was in onze ogen nodig, omdat wij zagen de vele plekken die leeg waren langs het kanaal. Soms een hele straat die leeg was. Dat wij ons genoodzaakt voelden van, hoe gaan we dit weer gezelliger maken? Nou, dat is op een gegeven moment gebeurd door te zeggen van, hey, of we nou eens naar het nieuwe plein gaan. We hebben daar gekeken, we hebben gezegd van, hey, dat kon wel eens een goed idee zijn. Krijgen we de mensen wat meer bij elkaar en wordt het ook allemaal wat gezelliger. Plus, wat erbij komt, het is voor ons ook beter beheersbaar. Maar kun je dan ook anders met een programma spelen, zeg maar? Kun je daar ook een iets ander programma inzetten? Ja, het vervelende is, en dat zeggen sommige mensen wel eens, waar is die goede oude tijd gebleven? Wat is de goede oude tijd? De goede oude tijd was, dan bouwden wij in een week tijd boven het kanaal een indrukwekkende installatie, waar bootjes af konden glijden of ja, we waren meer van die glijbanen waar je af kon, van die rodelbanen. Al dat soort dingen hebben we geprobeerd en dat sloeg altijd aan. Maar de veranderde regelgeving in Nederland heeft ervoor gezorgd dat wij tegen zoveel problemen aanliepen, dat we het op laatst gewoon moesten cancelen. Ja, en wat zijn dan de grote wijzigingen als je dan kijkt naar het programma ten aanzien van die goede oude tijd? We hadden altijd activiteiten op of boven het water. Ja. Daar zijn we nou volledig van afgestapt. We brengen nu alles naar het centrum van Musselkanaal, met de bedoeling om die gezelligheid weer terug te brengen. En wij proberen dus door te luisteren naar de mensen die er lopen en zeggen van, zou je dit niet kunnen organiseren, dat niet kunnen organiseren, proberen wij een zo attractief mogelijk programma neer te zetten. Boven het water wordt eigenlijk praktisch onmogelijk gemaakt. We moeten duikers inhuren. Je moet de boten inhuren. Er moeten veiligheidsmensen op de kant staan. Dus het wordt eigenlijk te veel voor ons. Ja. En worden de kosten ook te hoog? De kosten worden te hoog, ja. Zonder meer. Maar wat kunnen wij verwachten morgen? Morgen, dan hebben we in ieder geval, we beginnen zo een uur of acht met de Oranjemarkt. Even heel duidelijk, geen vrijmarkt, een Oranjemarkt. Oranjemarkt. Maar dat is het verschil dan? Ja. Nou, dat doen wij bewust, omdat wij kunnen bepalen wie er gaat staan. Wij willen heel graag dat de familie staan, met de kinderen, de hele dag lol hebben. Maar niet alle, even tussen aanhalingstekens, sokkenverkopers en onderbroekenverkopers of wat dan ook. Daarvan zeggen wij, dat is ambulante handel. Ga maar ergens anders naartoe. Ja. Maar moeten ze zich daarvoor aanmelden? Of mag iedereen gewoon een kruis of een lintje zetten? Hier ga ik staan, dit is van mij. Wij zijn vanaf 's morgen vroeg 6 uur aanwezig om onze plekken vrij te houden die wij nodig zijn voor de activiteiten. Ja, en wij kunnen de mensen ook hun plekken aanwijzen. Een vraag die er kwam, hebben jullie ruimte genoeg? Ja, natuurlijk hebben we ruimte genoeg, want we hebben gewoon wat extra plekken, die zetten we af. Mocht blijken dat er niet zoveel mensen komen, dan maken we het gewoon een beetje kleiner. Blijft het toch altijd nog gezellig. En hebben jullie ook vermaak in de vorm van entertainment, artiesten? We hebben in dit geval hebben we sowieso voor de kinderen, en daar gaat het ons om, springcursus, altijd goed. Ja. Ja, we hebben spijkerslaan, ook altijd goed. We hebben een grote Jenga-toren. Dat is gewoon een klapper. De hele middag zijn ze daarmee bezig. We hebben op een gegeven moment een stokkenvangspel. We hebben een pionnenrace. Dat is interactief. Dan moeten kinderen heel snel het spul aanraken. Dus het is een programma waarvan je zegt voor ieder wat wils. Een gezellige middag of een gezellige dag eigenlijk. Dat is de bedoeling. Ja. En dus dat is de vertier op het Willem-Diemerplein in Musselkanaal. Dan gaan we even naar de buurman, Stadskanaal. Ja. Dan komen we terecht bij de knolste nacht. Ja, klopt helemaal. Ja. Ja. Iets anders van opzet dan de Oranjemarkt in Musselkanaal. Ja. Wel sokkenverkopers? Ja, ook sokkenverkopers, ja. ik weet dat jij in de activiteitscommissie zit, Hein. Wat is jouw binding met knolste nacht en Koningsdag? Ja, nou, de Knolste Nacht, het is dit jaar 25 jaar de Knolste Nacht. Ik heb ze ook alle 25 jaar meegemaakt, omdat ik zelf dicht in het centrum woon. Aangezien de activiteitencommissie ook heel veel evenementen organiseert, is ook gevraagd of mensen van de activiteitencommissie bij
nou ja, de jongens aan wouden schuiven in verband met de Knolsternacht. Wie zijn de jongens? De mensen die dus de Knolsternacht organiseren. Dat zijn vaak wat horecamensen hier zo en een paar andere vrijwilligers die dat allemaal regelen. Ja. Kun je de oorsprong nog herinneren van de Knolsternacht of niet? Ja. Dat ontstond ineens, hè? Ja, dat was een spontane actie van Halikman was dat volgens mij toen. Klopt. En het was ook een heel ander opzet als het nu is. Want er begon het al bij Harry Schutte om 9:00 s'avonds en daar werd de aftrap gegeven. Ja, en dan liep het hele centrum door. Ja. En daar was het eigenlijk vanaf Hoeksema overal kleine groepjes muziek. Waar mijn muziek ontstaan was muziek. En het liep door het hele centrum heen. Maar ook de Vrijmarkt begon toen al 's avonds. Ja, maar dat is ook een beetje zo ontstaan. Hè? Mensen gingen natuurlijk allemaal op hun plek azen. En dat ontstond ineens en ontstond ineens. En ineens was er zomaar activiteit een dag voor Koninginnedag. Ja, in die tijd dus was de dag op de dag van de Knaalse Nacht. 's Morgens vroeg had je overal kraampjes staan al. Ja. Het verloopt een beetje door elkaar heen, hè? Ja, en dan liep het nachtpubliek en het dagpubliek, dat komt elkaar weer tegen. Dat was één grote hut met elkaar. Ja. Dat is iedereen als... er waren mensen die waren 24 uur bezig met een verkoop. Het is nooit stil. Nee. Nee. Je hebt geen stilte moment. Het gaat door. Ja, het gaat continu door, ja. Ja, wat je zelf ook zegt, de opzet is veranderd. Ja. Het is een heel andere uitstraling ook gekregen. Ook dat. Wat kunnen we verwachten van Knolsternacht? Gezelligheid. En het weer is belangrijk natuurlijk, maar dat is bij ieder evenement zo. Er zijn nu bepaalde groepen door bepaalde soorten genre muziek. De een vindt dit leuk en de ander vindt dat leuk. Dus je krijgt wel meer ophoping, CQ, op meer plekken, grotere groepen bij elkaar. En eerder verspreiden zich nog wat meer. En wat ze net ook zeggen van, de regelgeving, dat is niet leuk meer. Dat is echt... Je herkent Gert daar wel in. Heel erg. Ja. Als ik dan alleen al kijk, doordat ik er zelf aan woon, en dan zit ik s'avonds even naar buiten te kijken, en dan zie ik hele grote groepen jeugd met rugzakken, en die komen van de Jumbo, en dan komen de flessen drank op de steigers, en die worden lekker leeg gedronken. Alleen de organisatie die is wel verantwoordelijk op het moment dat ze bij hun op het terrein komen met drank, jeugd en zo. Ja, en dat is een probleem, dat is bijna niet te tackelen. Staan de huisregels zo groot aangeschreven. Maar als je voor buiten de huisregels staat en zit er gewoon op de steiger te drinken, dan doe je er niks aan. Nee. Knolsternacht, hoe laat begint dat straks? De aftrap? Negen, half tien. Ik weet niet exact hoor. Er is veel muziek vannacht? Ja. Heel veel muziek, heel veel stampij. Tot hoe lang gaat het door vannacht? Ik dacht 4:00. 4:00? Ja. En dan morgen de Koningsdag, de Vrijmarkt van Stadskanaal. Ja. Dat begint ook al op tijd, hè? Nou, ze zijn al een beetje begonnen volgens mij. Er staan overal auto's en karren die... Daar zit geen tijd aan verbonden, hè? Iedereen mag komen wanneer die wil. Ja, alleen de markt begint wel een bepaalde tijd. Wel een bepaalde tijd. Ja, ze mogen vannacht in principe niet verkopen. Dat mocht eerder wel. En dat vind ik wel heel jammer, want je haalt een klein stukje gezelligheid weg. Je gaat nu het echt concentreren op bepaalde plekken. En als je de Vrijmarkt overal toelaat en dan in het begin van de avond, dan krijg je al meer verkopers, ook meer mensen die al gaan lopen. Jij dus de markt ook, over. Ja, maar jij zegt het, dat is jammer. Heeft dat dan ook met regelgeving te maken? Regelgeving en ook in verband met gemeente, wat de gemeente toestaat en niet meer toestaat. En de reuring morgen overdag, ook weer veel muziek, denk ik. Veel muziek, overal muziek. Nou, jullie staan zelf dan aan de Hoofdstraat, CQB Beneluxlaan. Ja. De Babbelaar die heeft de hele dag muziek, de Mengel zal muziek hebben. De grote twee podiums zijn dan weg. Ik denk dat meerdere cafés een bandje, een groepje te staan heeft met muziek en allerlei dingen. Ja. Bij ons in de Benelux staan is ook nog muziek nog weer. Dus Er is overal wat te doen en de gezelligheid is er dan. Dat is het allerbelangrijkste. Ja. Ga je zelf wel kijken op Knolsternacht? Ja, nog een rondje. Gert schudt van nee. Tuurlijk. Tuurlijk. Er moet gewerkt worden. Er moet gewerkt worden. Ja, hoe laat ben je zelf al vroeg aanwezig? Morgen vroeg tegen 6:00. Dus vanavond moeten we nog even door. De laatste puntjes op de i zetten. Je moet je plekken reserveren. Dat soort dingen meer. Dus daar gaat gewoon tijd in zitten. Komt hij net uit? Ja, klopt. We kunnen elkaar nog even bellen. Wij gaan vanavond ook nog even door. Maar dan gewoon voor de gezelligheid. Ja, maar morgen vroeg om 7:00 moet ik ook op de zaak zijn. Want dan moet mijn spullen ook allemaal klaarmaken. Dat is ook voor beide heren, heel veel succes. Morgen in Musselkanaal bij de Oranjemarkt en natuurlijk in Stadskanaal bij de Knolsternacht en de Vrijmarkt morgen. Wij zijn er ook, hè, morgen. Wij zijn er morgen ook, we zijn eruit vanaf morgen 9:30.
Wij gaan ook radio maken morgen, ja. Gea. Wij gaan morgen van 2 tot 4. Van 2 tot 4? 2 tot 4. Ja. Zijn wij er. Beneluxlaan, Hoofdstraat. Daar staan wij. En dankjewel. Heel veel succes. Jullie ook bedankt. En er staat nu Kiki voor ons klaar. Kiki gaat voor ons zingen. Wat ga je zingen, Kiki? Ik ga een eigen liedje zingen. En hij heet Single Yet Not Alone. Succes. Bedankt. If I should care about your own. We kissed for a little while. On my face was a little smile because of your own. Doubting the regret, don't know what I said to you. Facing some problems, wish I could solve them by myself. Single yet not alone, pushed right out of the comfort zone. My heart is beating in my chest, my mind is an entire mess. Single yet not alone, pushed right out of the comfort zone. I don't know which turn to take, but what's wrong with new mistakes? We stayed up late last night, it just felt kinda right with your own. I know it's a one time thing, and that I'm just a fling to your own. Doubting the regret, don't know what I said to you. Facing some problems, wish I could solve them by myself. Single yet not alone, pushed right out of the comfort zone. My heart is beating in my chest, my mind is an entire mess. Single yet not alone, pushed right out of the comfort zone. I don't know which turn to take, but what's wrong with new mistakes? Ba 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 da ba 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 da ba da ba 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 da ba 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 da ba 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 da ba 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 da ba da ba 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 da ba 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 da ba. Single yet not alone, pushed right out of the comfort zone. My heart is beating in my chest, my mind is an entire mess. Single yet not alone, pushed right out of the comfort zone. I don't know which turn to take, but what's wrong with a new mistake? Dankjewel, Kiki. We gaan je straks nog een keer weer zien. Kiki staat morgen ook op ons podium, hè, tijdens RTV 1. Nogmaals even, we hebben morgen dus live radio op de hoek van de Hoofdstraat Beneluxlaan met heel veel artiesten. En we maken radio en we hebben ons radiodebuut morgen tussen 2 en 4. Ja, absoluut. Spannend. Heel spannend. Maar dat is voor morgen. We gaan nu eerst naar het randgesprek. Het randgesprek. Het wekelijkse item in de show 1 op vrijdag. Deze keer is Gert-Jan op de koffie met... Karin, welkom. Ja, dank je. Ik was wat op jouw Facebook aan het kijken en toen las ik succes en aanbeland en ik kreeg helemaal een idyllisch beeld. Ja, ik denk, wat zou ze daar doen? Op aanbeland. Op aanbeland. Nou, ik kom uit een hele creatieve en ondernemende familie, zoals je wellicht hebt gemerkt. Ik ben geboren bijvoorbeeld in het café van mijn ouders. Later altijd ondernemer geweest. Ik ben zelf al jaren zelfstandig ondernemer. Maar ik werk ook als onder andere juridisch verslaggever in de rechtbanken van Noord-Nederland. Okay. Maar daarnaast heb ik 2 bedrijven. Ik ben eigenaar van 2 bedrijven, of eigenlijk 3. Succesbureau en Leiderschapstraining Ameland. Het gekke is, Leiderschapstraining Ameland, dat bestond eerder dan Succesbureau. Dat is een opleidingsonderdeel geworden. Succesbureau houdt zich bezig met werkgeluk, geluk op de werkvloer.
En leiderschapstraining Ameland is iets breder. Dat houdt zich bezig met leiderschap, HR, PNO, maar ook met gelukkig leiderschap. Maar die twee bedrijven zijn eigenlijk wel met elkaar verweven, ja, begrijp ik. Ja, absoluut. Ja. 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 Maar hoe moet ik mij dat voorstellen? Want ik ga toch even terug naar Ameland. Ja, ik blijf een beetje in dat idyllisch beeld. Het zal ook wel door het weer komen, denk ik. Maar betekent dan dat jij ook mensen naar het eiland trekt die dan bij jou in training gaan? Ja. Is dat het eigenlijk? Ja, zeker. Ja, ik ben jaren geleden, want ik heb ook een mediabedrijf, tekstbedrijf, ben ik begonnen met schrijfretretes geven op Ameland. Ameland is gewoon een heel lekker eiland. Het is echt, alles is er, rust, ruimte, zee. En toen dacht ik bij mezelf, die trainingen daar geven is natuurlijk ook wel heel erg leuk, hè? Een stukje retraite, een stukje leiderschap, een stukje persoonlijk leiderschap. Even kijken wat je kunt gaan doen om je eigen kennis uit te breiden als leider of als ondernemer of als, ik noem maar wat, zorginstelling. Hè? Stel dat je zorginstelling of onderwijsinstelling is. Ja, van nou, we willen een aantal leraren. En even kijken hoe zij meer persoonlijk leiderschap kunnen uitbreiden op, in klassen en dergelijke. Mensen verblijven daar ook echt? Ja, het is all in. Ja, het is all in. Een all in leiderschapstraining. Maar merk je dan dat daar ook teams komen? Of, ja, of komen daar echt ondernemers en leiders, zeg, of teamleiders? Of komen daar ook volledige teams? Ja, soms ook. Soms vier, soms vijf. Maar ook mensen die los van elkaar zichzelf aanmelden en niet weten eigenlijk wie ze daar treffen. Maar is het dan heel doelbewust dat je gekozen hebt voor Holland? Nee, ik ben leiderschapstraining Ameland heb ik destijds opgestart met een zakenpartner. Wij zijn op een gegeven moment elk ons eigen weegs gegaan. Ik heb leiderschapstraining Ameland en Succesbureau gehouden. En wij zijn toen naar Ameland geweest om te kijken wat is nou een leuke, geschikte locatie. Ja. Nou, ik ben zelf van de NES. Ik kom het liefst in NES, gewoon aanstappen. Maar NES is vrij druk. Ja. We hebben gezegd, we doen alles, een hotel die dat kan bieden, een all-in, maar ook een goede culinaire keuken. Dus geen broodje kaas, goede culinaire lunch, goede culinaire maaltijd. Ik heb afspraken daarover met bijvoorbeeld taxibedrijven op Ameland. Het vervoer ook op en rond de eilanden, taxis naar en van het strand, dat wordt allemaal geregeld. Het is compleet all-in. Ja. Ja, en dan maakt het op zich niet uit waar je zit, hè? Nee, en weet je wat het is? Als je zit daar ook vlak bij de vuurtoren. Hè? Je zit daar vlak bij een klein stuk bos. Ja. Ja, daar kun je bijvoorbeeld met name leiderschapstrainingen, kun je eens even gaan kijken. Als je een soort verdropping organiseert. Ja, dat is zeker van waar. Welke leider is nu echt heel zeker van zijn zaak? Wie wijst hier de weg? Hoe zit dat dan als je, in je vrije tijd, zeg maar? Je bent daar op het eiland, ik heb een training gehad en ik heb s'avonds wat vrije tijd. Hoe is het contact dan onderling? Hoe is het contact met jou en de mensen die training hebben? Ik ben in principe de vraagbaak of men kan bij mij terecht. Maar er zijn natuurlijk ook meerdere mensen, want ik huur ook gastsprekers in. Ook uit het westen van het land, maar ook, ik probeer ook uit het noorden van het land een gastspreker dan in te huren. Ja, mensen hebben vrije tijd in principe te over. En daar heb ik ook bewust voor gezorgd. Want ik heb zelf ook diverse trainingen gevolgd en ook wel opleidingen. Waarvan je denkt, nou, het zit wel zo strak in elkaar. Dat op het moment dat je in de auto zit, ben je volledig op. Ik wil zelf met leiderschapstraining Ameland van Succesbureau wil ik proberen zoveel mogelijk vrije tijd, maar ook gezelligheid te creëren. Mensen absorberen, maar ook kunnen loslaten. Ja. Dus op het moment dat ze vrij zijn, zijn ze ook vrij. Betekent het nu dat het ene bedrijf van jou, zeg maar, eigenlijk het platform is voor het andere bedrijf? Zo moet ik het op die manier. Succesbureau houdt zich bezig dus met werkgeluk. Gelukkig werken, gelukkige organisaties. En hoe creëer jij een gelukkige sfeer op de werkvloer? Het is gewoon heel belangrijk dat je gelukkig werkt. Als je gelukkig bent in je werk, presteer je meer, ben je meer blij, innovatiever, creatiever en minder vaak ziek. Ja. Het is bijvoorbeeld onderzocht dat als je gelukkig bent op je werk, dat levert gewoon 37% minder burn-outs op. En we zitten natuurlijk wel in de hoek waar de burn-out continu op de loer zit. Ja. De druk is hoog, we moeten heel veel. Wij wijzen met Succesbureau en Leiderschapstraining Ameland ook dat als jij goed zorgt voor je medewerkers, dan zorgen zij goed voor jouw klanten. Ja. Dus het is in principe een drie keer win. Ja. Want een klant kiest altijd voor een gelukkige organisatie. Ja. Stel, er is een kijker die zegt van, het lijkt mij ontzettend interessant, maar ik wil daar niet voor naar Ameland. Nee, dat kan. We leveren ook trainingen in de buurt, maar ook in het westen. Ook in Utrecht, bij wijze van spreken. Dus het kan altijd. Als iemand zegt, nou, ik heb een prachtige locatie, ik wil hier graag 2 of 3 dagen zitten. Dat kan allemaal gemengd worden. We kunnen het ook verdelen over een aantal dagen. We kunnen het ook verdelen over bijvoorbeeld een aantal dagen per 3 weken bijvoorbeeld. Ja. Maar dat is allemaal mogelijk. Ja. Dit zijn de 2 bedrijven van jou. Jij vertelde net aan het begin van het gesprek, hoorde ik jou zeggen, juridisch verslaggever of correspondent? Klopt, juridisch verslaggever, ja.
Ik werk in de rechtbanken van Noord-Nederland en ik lever daar juridische verslaggeving voor een persbureau. Mijn bericht... Heb je vrije tijd? Ja, en ik zal je vertellen, sinds ik wat gelukkiger werk, heb ik meer vrije tijd dan eerder. Ja, want ik kan me voorstellen dat een kijker denkt van ja, ik hoor twee bedrijven en juridisch verslaggever. Ja. Hoe doet zij dat? Ja, het is hard werken. Wanneer ga je weer naar Ameland? De bedoeling is 23, 24 en 25 mei. Heerlijk. Ja. Mooi vooruitzicht. Ja. Dankjewel voor het gesprek, Karin. Graag gedaan. En dan gaan wij direct verder met Hielke van het Social Media. Hielke, welkom. Dankjewel. Een hele goede avond, iedereen. Ik begin deze week even met iets wat misschien een beetje raar is, maar poserende gorilla's. Dit komt uit een natuurreservaat in Congo. En dan heb je deze foto. En dus de parkopzichter die maakt een foto op Twitter met de twee gorilla's. En nou is er een beetje een discussie. Is dit nou echt? Poserende gorilla's hier nou echt? Of zijn dit gewoon een soort poppen of Photoshop of... Wat denken de mensen aan tafel? Wat denken jullie? Ik denk poppen. Poppen? Ja. Wat denken jullie? Ik ga voor echt. Echt? Ja, Kiki? Ik ga er ook voor echt. Ja, echt. Ik ga ook voor echt. Dan hebben jullie gelijk. Het is echt. Het is echt een schoon met twee foto's. Deze foto, ik weet niet hoe ze het gaan hebben, maar ze poseerden echt voor de foto. Ladingen aan positieve reacties dat ze heel goed werk deden. Dus dat is helemaal top. Dan gaan we over naar iets... Ik kon eigenlijk geen bruggetje maken. Maar een goochelaar, namelijk Hans Kazan. Die kennen we allemaal. Maar wat we misschien niet weten is dat zijn zoon ook heel goed kan goochelen. Voorkeftruc. Nee, maar hoe doet hij dat? Ik heb geen idee. Die gaat zo zijn vader voorbij, die Steven Kazan. Gaat zo zijn vader voorbij. Goed, deze week onweer natuurlijk. We krijgen ander weer, dus dan gaat het onweer. De wedstrijd PEC Zwolle tegen FC Groningen werd er al door gestaakt. Maar man, wat levert het mooie beeld op. Yes. Nou heb ik een keer een wedstrijd gekocht en werd ik gestaakt. Ja, ik baalde in de 56e minuut. Ik was aan het kijken. Ik heb bijna mijn televisiedrama uitgegooid. Maar goed. Maar deze beelden kwamen trouwens uit net over de grens in Duitsland. De gemaakt door Stormchasers. Zo noemen ze zichzelf. Dus. Iets anders wat deze week ook gebeurde was... Johan Cruijff zou deze week 72 zijn geworden. Helaas overleed hij in 2016. Heel social media staat vol met leuke quotes van hem en leuke filmpjes. Maar mijn all-time favorite blijft toch deze. Als ik me goed herinner, ik weet niet of we die nog hebben, de oplossing voor het fileprobleem. Ook een heel belangrijke. Ja. Fileprobleem, kan dat met geld opgelost worden, denk je? Nee. Een stukje. Peter, dat blijft... als je nou verschillende snelheden neemt. Maar wat zou jij dan doen, langzamer of sneller? Sneller. Juist. Sneller? Ja, waar dan? Ik zou rekenen. Maar denk ik ook, als je dan bijvoorbeeld ergens waar je 100 mag rijden, stel dat je 140 mag rijden, ben je eerder van die snelweg af? Ja. Juist. Juist. Ja. Ja, kijk, ja, op, ik sta op probleem. Je wilt het over de A2-130 rijden. Geweldig. Goed, is het zo goed. Helemaal geweldig. Dan even iets tussendoor. Ik zag net toen ik hier aankwam rijden, het theater hierachter had even natuurlijk technici in dienst. En volgens mij hebben ze daar een hele leuke prank bij uitgehaald. Moet eens kijken. Ja, porno sounds. Ja, zo heet het natuurlijk niet echt. Hoop ik. Ja, maar het is gewoon een leuke prank uitgehaald door de crew. Dus lekker bezig daar. Even iets lokaals. Dan gaan we nu over naar de social media box. Ja. Die staat bij jullie. Die hebben wij. Die staat hier. Dan mogen jullie weer een kaartje trekken. Eentje. Eentje maken. Dit is nummer 61. Kijken wat onder nummer 61 zit. Lekker bezig. Het is ook meteen een goede waarschuwing voor iedereen die straks naar Knols Nacht gaat. Als je met de fiets gaat, even uitkijken. Dat je dit nadoet, voor je het weet, sta je hier op mijn beeldscherm. Goed, dat was social media voor deze week. Heb je nou zelf iets leuks zoals dit? Stuur het dan even naar studio@rtv1.nl.
En wie weet zie je het hier terug. Verder zijn we te volgen via YouTube, Twitter, Facebook en Instagram. Fijn weekend. Dankjewel, Hielke. Dankjewel, Hielke. Tot volgende week. Tot volgende week. De onderneemster Vrouwtje Sloot is door de finale. Eerder deze maand stond zij in de provincie als winnares. En de collega's van ons zijn vandaag bij haar geweest. Daar gaan we naar kijken. Goed, ik sta naast Vrouwtje Sloot. De beste ondernemer al van Groningen, supermarktondernemer. En nou heb je groot nieuws. Je belde mij op vanochtend. En wat is jouw nieuws? Ja, het nieuws is dat wij met onze winkel en ik dus eigenlijk als zelfstandig supermarktondernemer doorgedrongen ben tot de finale. Dat betekent dat ik nu bij de laatste drie zit. Dus ja, dat is super spannend. Vandaag komt de jury. Ja, dus van de 12 provincies wordt er een top 3 van gemaakt. En daar zit jij tussen. Ja, klopt helemaal. Ja, dus bij de laatste drie zitten we. En dat is geweldig. En maak je een grote kans, denk je? Ja, wat is een grote kans? Kijk, het is natuurlijk al geweldig dat wij weer voor de tweede keer op rij provinciewinnaar zijn geworden. En ja, je doet in principe iedere dag je best om de winkel er zo goed mogelijk bij te hebben staan. En leuk met je klant om te gaan. Ja, ik hoop het wel, ja. En waar ben je nou het meest trots op in je winkel? Ik ben het meest trots op mijn medewerkers. Want ik kan heel erg goed mijn best doen in mijn eentje. Maar in mijn eentje heb ik wel heel erg druk. En of je nou bij mij vakkenvullen bent, of je bent iemand die in de spiegelploeg zit, of je bent cashier, of je werkt op de versafdeling. We moeten het met elkaar doen. En het leuke is ook gewoon dat ik kan wel zeggen dat wij gewoon een geweldig team hier hebben staan. Er is altijd heel veel voor elkaar over. Het is altijd gezellig. Dat wordt ook heel veel teruggegeven van, goh, wat is het altijd gezellig bij jou in de winkel. Ja, en hoe je het ook bekijkt, je medewerkers zijn toch voor een heel groot gedeelte van de dag bij jou in de winkel aanwezig. En dat moet met plezier zijn. En als dat niet zo is, dan zou het niet best zijn. Je bent nou in de top 3. Wat gaat er nu gebeuren? Je bent vanochtend gebeld. En nu? Ja, vanochtend om 7:30 ging de telefoon. Dat was ook wel aangekondigd dat ik voor 8:00 zou worden gebeld of ik bij de finalisten zou behoren. En dat betekent dat de drie finalisten vandaag bezocht worden door een vakjury. Dus dat zijn echt mensen die ontzettend veel verstand van supermarkten hebben. Maar ook van hoe je maatschappelijk verantwoord bezig bent, met je personeelsbeleid bezig bent. En hoe je in een plaats als in ons geval Stadskanaal je profileert. En die bezoeken alle drie de finalisten. En wij zijn vandaag dus ook in de beurt, dus kan ik vandaag verwachten. Dus die komen vandaag en dan verder. Wanneer is de uitslag? Moet er nog wat anders gebeuren? Ja, de uitslag is dan op 14 mei, de dag van het vakcentrum. Dus dat hoor ik ook van tevoren niet. Dus we hebben al besloten, ik heb vanochtend al ontzettend veel belletjes en zo gedaan. Ik heb besloten, we gaan met een bus vol en misschien zelfs wel twee bussen vol met medewerkers. Gaan we natuurlijk naar de dag van het vakcentrum, want daar wordt pas de winnaar bekendgemaakt. En nogmaals, we hebben het gewoon met z'n allen bereikt en dat is natuurlijk hartstikke leuk. En ondertussen is dat ook nog de bedoeling dat een gedeelte van de medewerkers een pitch gaan houden, ook op de dag van het vakcentrum. En dat gaat dan over innovatie en wat je dan nog zou willen toepassen in je winkel op het gebied van innovatie. Dus daar mogen de medewerkers in de komende dagen over nadenken. En dan gaan we 8 mei met elkaar, met een team, gaan wij nog een keer met de drie winnaars, met de drie finalisten en hun teams, gaan we daar een workshop in volgen en dan gaan we een pitch voorbereiden. En die mogen ze presenteren op de dag van het vakcentrum. Dat heeft dan niks te maken met deze ondernemersprijs, maar daar kan nog wel een publieksprijs behaald worden. Dus daar gaan we ook nog even weer vol voor. De winkelende klanten, kunnen die nog iets doen voor jou of is dat echt gesloten? Nou, dat was de vorige keer wel zo. Toen mocht ik een pitch houden en die mocht dan geliked worden op Facebook. Dat is in dit geval niet. Niet echt iets voor de klanten dat ze ons kunnen helpen om de winnaar te worden. Maar goed, wij belonen de klanten natuurlijk wel. En dat hebben wij natuurlijk al gedaan door uit te schrijven een wedstrijd. Minuut gratis winkelen, 5 weken lang. En we zullen de komende tijd nog wel wat meer van ons laten horen, denk ik. Kijk, en als jullie gewonnen hebben, daar gaan we natuurlijk een beetje van uit. Dat hopen we. Wat gaat er dan gebeuren? Een groot feest? Komen er speciale aanbiedingen? Of wat? Hoe zie jij dat voor je? Nou ja, sowieso een groot feest. Dat komt er sowieso hoor. Want wij hebben eigenlijk altijd jaarlijks wel een groot feest. Maar dit is natuurlijk wel weer fantastisch wat we met elkaar bereikt hebben. Dus zeker gaan we een groot feest houden. En dat zal zowel voor de medewerkers als voor de klanten worden. Dankjewel, Vrouwtje. Wat enthousiast, hè? Spontaan. Leuk, hè? En helemaal blij. Ja, maar goed. Ik hoop dat het wint. Top 3, dat is ook wat. Ja. Bert, welkom aan tafel. Kiki, welkom aan tafel. Bedankt.
Kiki, jij vertelde mij net, jij zingt je hele leven al. Ja, dat klopt. Ja. Dus zo gauw je in de luiers was, jij was aan het zingen. Ja, mijn moeder begon eigenlijk allemaal toen ik klein was met muziek op schoot. Dat kreeg ik dan te horen. Ja? Ik kan me niet heel veel van herinneren meer. Maar ja, en nou, eigenlijk al op school en zo in een schoolband en zo. Dat soort kleine dingetjes in het dorp optreden, dat doe ik eigenlijk altijd al, ja. Altijd met schoolfeesten, optredens, dat staat altijd al in je. Ja. En hoe lang speel je al gitaar? Ik speel nu een jaar gitaar. Een jaar speel je nu gitaar? Ja. En waar heb je allemaal opgetreden? Ik heb afgelopen tijd opgetreden bij Buurman Proest. De Kunstpennen, dat is een talentenjacht. Dat is dan, dat gaat eerst regionaal en daarna landelijk. En ook nog in Music in the Green Room. Heb je ook nog gezongen? Ja. Was het leuk? Ja, heel erg. Ja? Ja. En wat zing jij het liefst? Ik hou heel erg van volkmuziek. En dan bedoel ik niet volksmuziek met de V, maar wel gewoon met de F. En ik vind het soms ook leuk om een beetje popper tussendoor te doen. Maar ik vind het wel heel mooi om het heel puur en akoestisch te houden. En wat is jouw droom? Mijn droom is denk ik gewoon de dingen blijven doen waar ik heel vrolijk van word op dat moment in mijn leven. En ja, gewoon leuke mensen om me heen blijven hebben. Want jij zingt nu alleen en met je gitaar. Speel je nog andere instrumenten? Ik speel ook keyboard. Keyboard eigenlijk, ja, keyboard. Daar heb ik geen les in gehad, maar dat heb ik mezelf gewoon een beetje aangeleerd. Maar is het misschien nog een droom voor jou dat je denkt, oh, ik wil wel in een band, of nee, echt liever gewoon alleen? Of... Ja, ik vind alleen leuk, ik vind een band ook wel heel leuk, maar ik hoef sowieso niet echt, ik wil niet graag heel erg bekend worden of zo. Ik vind het gewoon heel leuk om inderdaad die kleine dingetjes zoals Music in the Green Room te doen. En nou, toen had ik ook een optreden gedaan met Aaron Days. Even snel, ja, dat vind ik dan leuk. Daar word ik dan blij van. Gewoon soms even meedoen wel met een bandje. Soms alleen juist die afwisseling vind ik wel heel leuk. Je bent singer-songwriter, hè? Ja, klopt. Want het tweede nummer was van jezelf. Ja, dat klopt, ja. Dat heb je zelf geschreven. Ja. Is het dan ook extra spannend als je dan het optreden moet verzorgen of niet? Nou, om eerlijk te zijn vind ik het altijd heel erg fijn om nummers van mezelf te spelen. Want... ja, die nummers zijn allemaal heel erg gebaseerd op mijn eigen leven. Die heb ik wel echt uit eigen emotie geschreven. Dus het voelt heel fijn en vertrouwd om die eigenlijk te zingen. Omdat het gewoon is wat ik zelf heb gevoeld. Schrijf je al lang eigen nummers dan? Nou, eigenlijk al sinds ik gitaar speel ben ik begonnen met nummers schrijven. Dus ik ben nu ook bezig met een eigen album. En dat zijn dus nummers van vanaf toen tot en met nu. Ja, wat gaan we ons daarbij voorstellen? Wat gaan we daarvan verwachten van dat album, Kiki? Dat album... Het gaat over liefde, dus het is zo'n lekker liefdesalbum eigenlijk. Maar er zitten ook wel wat rauwe liedjes tussen van liefdesverdriet natuurlijk. En het liedje wat ik net had gespeeld ging juist heel erg over de weerwar van de liefde. Dus ja, ik denk, en ook met folk en een beetje popachtig, dat kan er wel verwacht worden. Heb je ook enig idee hoe je dat vorm gaat geven? Wie gaat je daarin ondersteunen? Qua het maken van het album? Ja, precies. Ik ben het eigenlijk vooral zelfstandig aan het doen. Ik heb zelf al apparatuur thuis. En ondertussen word ik ook nog wel geholpen door mijn gitaardocent Erik Bentham, heel erg. En door mijn zangdocent soms. Het zit echt in je bloed, hè? Ja. Ik vind het heel leuk. Ik zit echt met verbazing naar te kijken. Ik denk, je bent 16 jaar en ongelooflijk hoe je het doet en wat je allemaal doet. Bedankt. En wat je plannen zijn, ongelooflijk. Hoe ziet jouw agenda eruit? Daar zijn we ons heel nieuwsgierig naar. Ja, het is nu wel heel druk. Want ik ben natuurlijk ook bezig op de middelbare school nu. Daar ben ik ook gewoon nog gewoon volop mee bezig. En ondertussen heb ik ook wel een aantal optredens ben ik weer voor gevraagd. Ik sta ook op het bevrijdingsfestival in Assen. En omdat ik heb tweede prijs gewonnen met de kunstbende. Dus daarvan komen nu ook weer allemaal optredens. Zeg maar, omdat je dan een prijswinnaar bent. Dus ja, het is wel lekker druk. En ondertussen ben ik dus ook nog bezig met dat album. Dus het is druk, ja. Morgen staan bij ons. Morgen, ook nog. Ja, morgen inderdaad. Ja. En je staat het Food at the Park straks in september. Ben je volgens mij ook voor gevraagd. Ja, klopt. Ja, dat festival, ja. En zo heb je zo een aantal optredens het hele jaar door, Kiki. Ja. Je komt uit Nieuwbuinen. Bert, hey, Nieuwbuinen ken je ook. Ken je Kiki? Nou ja, nu wel. Ja. Ga maar nog even handtekening scoren, denk ik. Ja, precies. Ja. Bert, geen onbekende aan tafel. Ik zou bijna zeggen, je zit weer op dezelfde plek als de laatste keer. We kunnen bijna je stoel reserveren. Ja, nou, inderdaad. Je zei net al iemand van, ben je persvoorlichter van beroep of zo? Maar dat is niet zo. Nee, je zit hier ook in een hele andere hoedanigheid vanavond. Ja, ja. Vorige keer had het volgens mij te maken met whisky. Ja, dat is er morgen niet. De enige associatie is café. Ja, precies. Dat wel, ja. Dat, ja. Maar... Ja, en... Ook wel weer het leven. Dat stond toen bij de
Bij de whisky is wel centraal, maar ja, morgen ook alweer, denk ik. Dus, hoe staat het morgen centraal? Wat kun je daarvan vertellen? Ja, dan had ik even mooie one-liners moeten verzinnen. Ja, nee, maar, ja, want morgen hebben we, is het Koningsdag natuurlijk, en vieren we allemaal feest. En morgen is ook een kostelcafé en daar willen we ook feest vieren. En ook laten zien dat het leven in de kerk niet saai is. En je kunt daar komen om feest te vieren. Eigenlijk willen we als kerk ook laten zien dat je de kerk veel meer is dan op een zondagochtend in je bankje of op je stoeltje of waar dan ook zitten. Maar dat juist de kerk, denk ik, ook midden in de samenleving moet staan. En daar staan we morgen. En dan willen we feest vieren, maar dan willen we ook openstaan voor een goed gesprek over het leven. Ja, ja, dat is een cirkel. Een gospelcafé, betekent dat ook dat jullie ook artiesten hebben morgen? Zeker, zeker. Ja? Ja, ja. Heb je enkele namen voor ons? Ja, we hebben morgen een trio uit de Baptistengemeente Zuid. Die zingen ook een beetje folkachtige muziek met z'n liedjes, denk ik. Misschien zitten ze nu weer achter de tv en denken zo, nee, ben je kom je erbij? Maar, zijn er wel hele mooie stemmen, ze zingen heel mooi. En we hebben, dat is ook wel heel erg leuk, dat is misschien ook eens een keer leuk voor jullie. Acoustic Guitar Man zijn dat. Het zijn twee jongens die gitaarmuziek spelen, maar wel van een behoorlijk hoog niveau. Kunnen ze een persvoorlichter meenemen? Ja, precies. Ja. Ja. En we hebben de Inside Band, die doen ook wel met Kerst hebben ze een grote optreden gedaan. En doen in de regio wel meer concerten die spelen. En tussen de middag hopen we, ons voorgenomen om een soort van wereldrecord met elkaar liedjes zingen met een band te verbreken. Maar dat zal het niet worden. Maar we hopen wel met heel veel mensen dan ook wat liederen samen te zingen. De hoop was er wel, maar uiteindelijk gaat het niet lukken. Je hebt de camera, je kunt een oproep doen natuurlijk. Hè? Inderdaad. Als u nou denkt, ik wil wel een wereldrecord breken morgen, dan moet u tussen 1 en 2, en jij ook, niet alleen u, maar jij ook, naar het Europaplein komen en met ons meedoen. Meezingen, allemaal leuke liederen die we in de kerk zingen. En volgens mij zit er ook nog wel wat gospels van Oh Happy Day, die kennen we allemaal. Ja. Tussen, dus dat wordt echt een leuk feest. Wat is het wereldrecord? Wat is dan de bedoeling? Nou, die wordt morgen gevestigd. Die is er nog niet. Die gaat dan morgen gevestigd. Maar. Ja. En wat we morgen ook nog hebben is Make a Move. Een dansgroep hier ook, dansschool hier ook uit de buurt. Die doen ook een paar optredens. Dus het wordt een heel gevarieerd programma eigenlijk. En er is een springkussen voor de kids. Er wordt gesminkt. Je kunt met Adam en Eva op de foto. Nou, het is voor jong en oud. Het is voor jong. Ja, voor zeker. Iedereen? Ja, iedereen is welkom, kan langskomen, kunnen, ik weet niet, mag wel een beetje reclame maken natuurlijk. We hebben voor onze eigen hamburgers. We verkopen de beste hamburgers van Stadskanaal. Die kun je proeven bij ons. Ja. En drinken, eten, alles is er eigenlijk om van 10 tot 4, je hoeft nergens anders mee heen. En vanuit welke kerk wordt dit georganiseerd? Nou, dat is wel mooi dat je dat vraagt. Dus eigenlijk de Baptistengemeente Nieuw-Buinen is daar ooit heeft het stokje opgepakt wat in het verleden ooit door de Pinkstergemeente, die bij het begin van de nacht van de knol en de hele mikmak, daar ben ik toen ook bij betrokken geweest, is dat ooit opgestart. En toen is dat een beetje verschoven naar de Baptistengemeente Nieuw-Buinen. En dit jaar voor het eerst hebben we het eigenlijk met 4 kerken samen georganiseerd. Dus met de Pinkstergemeente zit daarbij, de Baptistengemeente Zuid, Baptistengemeente Nieuw-Buinen en de Evangelische Gemeente Stadskanaal. Morgen, Gospelcafé tussen 10 en 4 aan het Europaplein. Dat is vlak bij ons. Ja, hè? Precies. Wij staan op de hoek, Hoofdstraat Beneluxlaan, om het toch nog even weer te zeggen. Kijk, toch nog even aangeduid. Op de hoek, Hoofdstraat Beneluxlaan. Kunnen we ook even bij elkaar kijken? Gaan we zeker even doen. Lijkt me goed. Ja. Heel veel succes morgen. Ja, jullie ook. Ja. Dankjewel. Kiki, jij gaat straks nog even voor ons optreden. Wat ga je straks zingen? Ik ga dadelijk weer een liedje, zelfgeschreven liedje zingen. Die heb ik 2 dagen geleden geschreven. En ik zit nog een beetje te twijfelen over de titel, maar ik denk dat ik hem Hey You ga noemen. Hey You. Mocht het tussentijd veranderen tot aan het optreden, straks moet je nog even zeggen. Ja. Dan ga je straks gewoon nog een keer weer vragen. Okay. Ja, succes straks met het optreden, ja, Kiki. We gaan verder met de agenda van zondag.
En er komt René net binnen wandelen voor het nieuws. René, nu heb ik al mijn collega's gezien van een klap-to-klap loop, maar ik heb jou niet gezien. Dus jij vertelde mij, ik ga de 5 kilometer lopen met een persoonlijk record. Is dat gelukt? Geen persoonlijk record. Mijn doel was onder de 25 minuten, maar ik heb 23 minuten 51 gelopen. Dus ik was best tevreden. Oh, netjes. Zoveel te warm en zoveel te beter voor mij. Ja. Ja. Goed gedaan. Ja, dankjewel. En Gert-Jan, heb je ook een beetje lekker gelopen? Ik heb echt heerlijk gelopen. Kijk. Ja, 10 kilometer. Ik had niet zo heel veel kunnen trainen, ook door de griep niet. Dus ik had geen tijd voor ogen. Maar uiteindelijk ging het wel een stukje sneller dan ik gedacht had. Kijk. Maar ja, dat heb je overgenomen. Je wordt gedragen door het publiek. Dat klopt. Het publiek is heel enthousiast. Ja. En ik zag nog een hele mooie foto van jou langskomen op Facebook. Dat was, dat was een mooi feestje bij Jan Slichter. Ja. Ja, daar kon je dan in springen. Dan heb je ineens energie genoeg, joh. Ja, heerlijk. Ja. Nee, was mooi. Kijk. Camera's voor jou, René. Het nieuws. Ja, heb je nog wat voor ons? Ik heb uiteraard weer wat nieuws. En ik begin over morgen, over Koningsdag. Want tijdens Koningsdag gaat RTV1 in Stadskanaal vanuit de mobiele studio radio maken op het kruispunt van de Beneluxlaan en de Hoofdstraat. De uitzending is van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds en is ook op tv te volgen. Kom allemaal gezellig langs, want er komen meer dan 10 artiesten optreden. En voor het volledig programma verwijs ik u naar onze Facebookpagina of onze website rtv1.nl. Zondag 28 april, op de dag van de megalithische cultuur, wordt op bij Runebedcentrum in Borger een vrijwilligersmarkt gehouden. Op die dag laten vrijwilligers zien wat ze allemaal doen in een Runebedcentrum. Ben jij op zoek naar leuk, afwisselend vrijwilligerswerk? Kom dan zeker langs, aldus de organisatie. Het officiële startschot voor de ombouw van de viertonders in het centrum van Stadskanaal vond afgelopen donderdag plaats. Wethouder Brongers van de CDA verwijderde hier een bewegwijzeringsmast van een van de viertonders. De viertonders in Stadskanaal worden omgebouwd tot normale rotondes met voorrang voor fietsers. De herinrichting van het raadhuis en Veenlustplein nadert zichtbaar zijn voltooiing in het Veendammer Centrum. Op Goede Vrijdag ging voor het eerst het terras van de familie Kielman op het nieuw aangelegde plein open. Ook zaterdag was het terras onder ideale weersomstandigheden gezellig vol. Dit was het nieuws voor vandaag. Check onze website rtv1.nl. Volg ons uiteraard op Facebook, Twitter en Instagram. En u kunt altijd een berichtje sturen naar studio@rtv1.nl. Ik wens u een fijne avond en uiteraard een fijn weekend met een fijne Koningsdag. Dankjewel, René. Dankjewel, René. Veel plezier straks op Knolsenacht. Ja, dat komt wel goed. Jullie gaan wel fijn, zeker? Of ja, zeker. Ja, heel goed. Veel plezier. Fijne avond. Voorzichtig op de fiets. Dat zag je daar bij Hielke. Ja, dat hou vooral de bewegwijzering in de gaten, joh. Ja, ik vind het altijd heel opvallend. Het is ongeveer 1 kilometer op de weg heen. En het is 2 kilometer terug. Ik vind het altijd heel vreemd. Ja. Hey, heel veel plezier. Dank jullie wel. We gaan verder met de agenda voor de rest van de week. En hebben wij weer muziek. Kiki, is het nog gewijzigd? Blijft het Hey You of... Ja, Hey You. Hey You. Succes. Heel veel succes.
every time. But when I'm with you, the whole world changes and you get stuck in my mind. When I look at you, a twinkle shines in my eyes. We think alike. I think I like you more than friends after all. And you, I think I start to fall in love with you. Oh, oh. Stress, but with you I'm relaxed all the time. If I tell you a secret, I know you'll keep it just you and I. Can't help it, I think of you every morning and every night. I think I like you friends after all. Hey you, I think I start to fall in love with you. Oh, oh. Hey you, I'm wondering if you start to fall in love with me too. Oh, oh. Hey you, I think I want to spend my life with you. Stuck in the friend zone is where you end every time. But when I'm with you, the whole world changes and you get stuck in my mind. Kiki, dankjewel. Wij zijn even de studio uitgelopen. Gert-Jan en ik, wij staan nu op het Europaplein. Het loopt vol, straks een half uurtje echt. Heel veel publiek, heel veel mensen. Maar... ja, want ons weekend is nog niet aangebroken. We zijn nog niet vrij natuurlijk. Want wij gaan morgen verder. Morgen op Koningsdag gaan we radio maken. Tussen de Benelux aan de Hoofdstraat op de hoek staan we vanaf 9:30 tot morgen al 16:30. En dan komen allemaal artiesten. Leuke artiesten. Kom gewoon lekker langs. Tot morgen. En mocht u er niet zijn morgen, tot volgende week vrijdag. 7:00, 1 op vrijdag. Tot volgende week.